Alle jongeren geboren in 1997 hebben vandaag belangrijke post ontvangen. Namelijk een brief van minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Met daarin de vraag of ze donor willen worden. Veel Nederlanders hebben moeite om deze vraag te beantwoorden. Zo heeft 20% van de niet geregistreerde jongeren nog nooit over orgaandonatie gesproken met een familielid of vrienden. Of er überhaupt over nagedacht. Ben jij donor? Ja. Ja, waarom niet? Nee, ik ben geen orgaandonor. Nee. Nee, volgens mij niet. Nee. En waarom niet? Eerlijk gezegd, denk ik er gewoon niet aan. Ik zou een keer zo'n formulier in moeten vullen. Maar ja, het is wel zeker iets waar ik over na moet denken. Ik heb er eigenlijk nog nooit echt over nagedacht. Nou, als ik dood ben, heb ik er toch niks meer aan. Dus dan kan een ander er nog wel wat aan hebben. Ja, ik vind het wel belangrijk. Kijk, als ik dood ben, dan ben ik toch dood. En als je iemand anders leven kan redden, dat is gewoon super chill. In 2015 hebben 265 mensen organen gedoneerd en 1726 mensen doneerden weefsel na hun dood. 2360 mensen ontvingen een orgaan, cornea of hartklep van een overleden donor. Eind 2015 stonden 1629 patiënten op een wachtlijst voor een orgaan, cornea of hartklep. Voor meer informatie over orgaandonatie kunt u kijken op orgaandonatie.nu.